AFC kende een fantastische start van 2018. 7 punten uit 3 wedstrijden. En dat is bijna net zoveel als de hele eerste seizoenshelft. Op bezoek bij Liende zien we Hak er vandoor gaan en de overtreding van Derek Kwee. En de kaart voor hem van scheidsrechter Thijs Sonneveld weer op het doel. Vorige week ontbrak hij nog wegen een lichte liesblessure. En hij ziet de kopbal van Broekhoff net naast gaan uit die vrije trap van Bendari voor de ploeg van Hans Kraaij. Weer een corner voor Liende. Ignacio en Kwee lopen elkaar dan in de weg en dan krijgt Van der Meirakker ineens een kans om binnen te koppen. Maar een goede redding van Sonneveld. Twee kansjes dus voor de thuisploeg en AFC zien we halverwege de eerste helft. Vanuit een corner met Van der Brink, die speelde in plaats van de geschorste Grootvaam. En hij ziet zijn schot net naast gaan, naast het doel van Schimmel. Lukili op Elders, Bendadi. Goeie voorzet en daar is Van der Meirakker. En daar is Sonneveld geklopt en is het 1-0 voor de ploeg van Hans Kraaij. En wie anders dan Danny van der Meirakker. Volgend seizoen spelend voor IJsselmeervogels. En de felicitaties van Quickboys spits Jordi Thijssen. Prachtige goal van der Meirakker bij de eerste paal. En geen AFC'er in de buurt. 10 minuutjes nog tot de rust met Ignacio. Die draait goed weg bij Broekhoff. Maar geen problemen voor Schimmel op die inzet van Ignacio. Een enorm belangrijke aanwinst in de winterstop voor de Amsterdammers. De ingooi van Willemsen tot bij wederom Ignacio. Goeie opening richting Jesse. Wilstermand gaat dan in de fout. Jesse om Schimmel heen en daar is het 1-1. 8 minuten voor rust. Matthijs Jesse. En het is niet zijn eerste goal van 2018. Prachtige opening van Ignacio. Wilstermand heeft die bal dan niet onder controle. En Jesse profiteert vliegensvlug. En zorgt 8 minuten voor rust, dus voor de 1-1. Van Steen richting Bendadi. En daar is Van der Meirakker weer. Jansen is te laat, maar de spits schiet de bal over het doel van Sonneveld. 25 minuutjes nog als AFC weer de aanval zoekt. Van der Brink. En Schimmel laat die bal los en daar is Ignacio met zijn tweede treffer voor AFC. En 1-2 voor de Amsterdammers. Schimmel die het schot van Van der Brink niet goed keert. Niemand van Linde in de buurt om die bal weg te werken, maar wel Ignacio. Super 2-1 voor de Amsterdammers. En AFC gaat door, wil een grotere voorsprong. Weer met Ignacio. Kwee speelt zich goed vrij, maar zijn schot gaat ruim over het doel van Schimmel. Iets meer dan 10 minuten nog moeten de Amsterdammers zien vol te houden om een derde zege van 2018 te boeken. Bendadi verlengd door Van der Meirakker tot bij invaller Bellazan. En daar is de treffer en dat is misschien iets te vroeg in de wedstrijd. De 2-2 van Hak. Bellazan met de voorzet en Hak is er eerder bij dan Rietveld en klopt Sonneveld 2-2. Slordig balverlies en dan weer de opening van Bendadi op Bellazan. En wat doet Sonneveld daar? Is dat Hens? Bellazan alsnog? Nee, Van der Houten met de bal van de doellijn. Maar was dit Hens van Sonneveld? Nee, vindt scheidsrechter Thijs. Nou laten we nog maar een keer kijken. De paas van Bendadi. Daar is Bellazan en daar komt Sonneveld. En nee, het is geen Hens. Op de zijkant van het lichaam ziet ook André Wetzel. Goed gezien dus door Thijs. En geen rode kaart voor Sonneveld. Ignacio, Kwee. Pakt AFC in die slotfase dan alsnog de zegen. Kwee, Ignacio, dit moet hem worden. Maar er is buitenspel geconstateerd. En dus gaat deze kans voor Ignacio niet door. En zo lijkt de wedstrijd op 2-2 af te stevenen. We zitten inmiddels in blessuretijd. Ignacio. Met balverlies en dan nog één counter voor Linde. Met Bendadi. Weer zo'n prachtige paas. Jansen met Bellazan. Jansen verliest dat duel aan Bellazan met de treffer. Oh ja, opluchting bij Kraaij natuurlijk.
In de derde minuut van de blessuretijd gaat Jansen in de fout. Bellazan profiteert optimaal. Geen overtreding. En Linde wint met 3-2. AFC verspeelt dure punten. Maar AFC blijft wel op de 16e plaats staan.